De Surinaamse waterleidingmaatschappij heeft gisteren bij het hoofdkantoor een spoedpersconferentie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot de watervoorziening in Paramaribo en Wanica. Tijdens de vragenronde werd er aan Clifton Linga, directeur van SWM, gevraagd hoe het staat met de $7 miljoen die de regering aan SWM zou geven. Ten aanzien van de middelen vanuit de overheid, we weten dat we ongeveer, het is een jaar terug, dat er een missieve is goedgekeurd. We praten over een missieve van 11 augustus 2023, waarbij er een $7 miljoen. Men heeft aangegeven dat SWM een $7 miljoen zou krijgen om vervanging investeringen te plegen. Dat geld hebben we nog niet ontvangen. Althans, is dat geld nog niet betaald. Ons werk als organisatie hebben we gedaan qua het doen van de openbare aanbestedingen, de nodige zaken die financiën gezegd heeft dat we in orde moesten maken, zoals een projectproposal maken, een contract tekenen met de leverancier, dat alles is al gedaan. Dus het ligt nu aan financiën om die middelen vrij te maken, zodat die bedrijven die middelen kunnen leveren voor ons als organisatie om verder te gaan. Maar natuurlijk blijven we niet wachten op de overheid. Zoals je hebt gehoord, heb ik gesproken over Vredenburg. Serie B, we hebben lokale ondernemers bereid gevonden die een bijdrage willen leveren. En met die proberen we nu enkele van die problemen op te lossen. Omdat het wachten op de overheid, het lijkt op een eindeloze, iets. Maar natuurlijk weet ik, het komt goed. Ik kan niet zien in de overheid zijn portemonnee. Zij hebben het ook moeilijk. Dus we weten dat ze harddoende bezig zijn om die middelen vrij te maken. De verlengde van wat u heeft gevraagd voor de middelen komen wenen. Hebben we reeds de totale begroting en al gestuurd voor de aandeelhouder met alles, alle andere zaken die ze hebben gevraagd om komen wenen te voorzien van drinkwater, inclusief Rechteroever. En het wachten is nog op hun. De gebieden zoals Suralkoweg en nog een paar andere plaatsen in Para, die moeten ook voorzien worden van drinkwater. Die begrotingen al liggen ook bij de overheid. En natuurlijk weten we dat ze harddoende bezig zijn. En ik geloof dat, ik kan geen tijd koppelen daaraan, maar ik weet wel dat die middelen dan in vrijkomen, zodat we die gebieden kunnen voorzien. Vanuit SOM zelf zijn we bezig om dit jaar zelf nog te starten om een transportleiding aan te leggen vanuit Boskamp richting Jenny. En dat is een permanente oplossing voor de mensen van Koppename. Dat ze nu voor eenmaal 24 uur voorzien gaan worden van drinkwater. Omdat er momenteel vanuit NH er watertrucks worden ingehuurd om die mensen te voorzien dat water wordt getransporteerd vanuit Tijgerkriek naar Jenny en van daaruit wordt het verder gedistribueerd naar de mensen. Maar het probleem, zeg maar, ik denk begin volgend jaar moet het dan compleet zijn opgelost.